De afgelopen maanden heeft de redactie van Seutenstad onderzoek gedaan naar 4 jaar gemeentepolitiek. Wat werd er 4 jaar geleden beloofd? Zijn die beloftes waargemaakt? Wat zijn de successen? En ook natuurlijk, waar is het misgegaan? Dat bespreek ik tot aan de verkiezingen met de 12 lijsttrekkers van de politieke partijen waar je op 14, 15 en 16 maart op kunt stemmen. En dat allemaal met één doel, om een goede stem uit te kunnen brengen. Vanavond bij mij aan tafel de Partij voor de Dieren. Want 4 jaar geleden zaten ze nog met 1 zetel in de gemeenteraad en opeens werden dat er 3. Lukt het om die zetels te behouden? Dat is natuurlijk een belangrijke vraag. En waar ik het ook over ga hebben, dat zijn de referenda waar de partij voor heeft gepleit. En ik ben benieuwd of die nou 4 jaar later ook hebben uitgepakt zoals de partij had gehoopt. Martine van Schuik, lijsttrekker, welkom bij mij in de studio. Dankjewel. Laten we beginnen met de successen van de afgelopen 4 jaar. Die zijn er vast een heleboel. Wat is nou een belangrijk succes voor de Partij voor de Dieren? Ja, als ik terugkijk naar de afgelopen 4 jaar, hebben we best hele leuke, mooie successen behaald op gebied van dieren, natuur en milieu. En als ik bijvoorbeeld kijk naar wat we voor de dieren hebben gerealiseerd, is dat we financiering hebben geregeld voor de opvang en transport van gewonde wilde dieren. Financiering voor de dierenambulance bedoel ik dan. Die altijd in zwaar weer lijken te zitten. Ja, ja. Precies. En recent hebben we ervoor gezorgd dat er waarschijnlijk een verbod op de verkoop van levende krabben en kreeft op de markt komt. Dus dat zijn we ook heel erg blij mee. Moet nog even wachten op alle juridische uitspraken. Maar wij zijn er in elk geval klaar voor om dat in Leiden aan banden te leggen. Mm-hmm. Ja, en als je kijkt naar het onderdeel natuur. Dankzij de Partij voor de Dieren komen er in elk geval 4 tiny forests in Leiden. Dat was een van de eerste successen die we hebben geboekt. Als het me toestaat, maar dat zijn ook wel kleine overwinningen. Als ik het zo mag zien, want het gaat ook wel eens over hele grote gasloos van Leiden. Dus dat zijn hele jarenlange ontwikkelingen. Ja. Moet u het daar ook van hebben? Van de kleine overwinningen? Van dit soort wat kleinere overwinningen in de stad. Nou, kijk, alle kleine beetjes helpen. Alle kleine beestjes helpen. Dus wat dat betreft is elk succes, ook al is het een kleine, is het er één. Mm-hmm. Maar het klopt dat de grote lijnen, die zijn uitgezet door het college, daar was heel weinig op te corrigeren. Ja. Dat hebben we wel gemerkt. Ik denk de voltallige oppositie heeft dat ook een aantal keer aangekaart. Van jongens, collegeakkoord is prima, maar jullie houden te veel vast aan de afspraken die jullie 4 jaar geleden hebben gemaakt. Jullie geven ons te weinig ruimte. Hoezo maken we samen de stad? Daar was niet echt sprake van. Ja, dat was de titel van het coalitieakkoord. Precies, ja. Maar ja, mag ik er dan toch nog eentje noemen? Dat mag ik. Want wat ik zeker geen klein succes vind, is de motie uit 2018. Samen maken we Leiden vuurwerkvrij. Ja. Dat was toch echt een stadsbrede uitspraak van een heel groot deel van de Leidse Raad. Waarmee Leiden als een van de eerste steden in heel Nederland zich expliciet uitsprak voor een vuurwerkverbod. Ja. Dus dat vond ik echt een hele mooie, heel mooi succes. Ja, daar komen we ook nog wel even te spreken. Had ook iets beter gekund als het aan u ligt? Ja, kijk, absoluut. Er zijn ook echt dingen niet gelukt. Waar ik ook echt, heel veel, wat ik heel erg vervelend vind. En een van de dingen die ik zelf echt heel vervelend vind, die we niet hebben kunnen tegenhouden. Dat is bijvoorbeeld dat het bomenfonds, dat is een onderdeel van de bomenverordening en het bomenbeleid van Leiden, dat we niet hebben kunnen voorkomen dat geld voor bomen ook aan andere dingen mag worden besteed. Dat vind ik echt een groot gemis voor een stad als Leiden. Het verdunnen van het budget voor bomen en dat had gewoon niet gemoeten. Nee, en verwijt u zichzelf daar ook in iets? Heeft u dat onvoldoende duidelijk kunnen maken, dat dat zo belangrijk is? Nou ja, blijkbaar, want de gemeenteraad ging niet mee. Laat ik dan zo zeggen, ik heb er alles aan gedaan. Of mijn fractie heeft er alles aan gedaan. Maar de raad heeft anders besloten. En dat vind ik eeuwig zonde. Ja. 4 jaar geleden werd u lijsttrekker voor het eerst. En toen ik daarna terugkeek, toen kwam ik de campagne aftrap tegen. Het leek me leuk om u daarvan iets te laten horen, toen 4 jaar geleden. Iedereen is ontzettend lovend. Ze zeggen allemaal van het gaat zo goed met Leiden. Het kan nog wel ietsje beter, maar eigenlijk zijn we heel goed op weg. De Partij voor de Dieren ziet dat anders. Want er gebeurt ook ontzettend veel dingen die niet in de haak zijn in Leiden. Er wordt bomen gekapt bij het leven. Onze groene leefomgeving wordt uitgehold. Elke vierkante meter groen is vogelvrij. En dat allemaal in de
De zoektocht naar groei, naar meer woningen, meer bedrijven, meer wegen. En de Partij voor de Dieren zegt eigenlijk, er zijn grenzen aan wat je kan bereiken in Leiden. Je kan niet oneindig groeien in een eindige stad. Nou, deze woorden komen u niet onbekend voor en dat zou u zo ook nog kunnen herhalen, denk ik. U heeft het over woningen en daar is natuurlijk afgelopen 4 jaar ook veel over gegaan. Je kunt niet oneindig groeien in een oneindige stad. Bent u het wel met de partijen in Leiden eens dat er gebouwd moet worden? Of zegt u, zei u 4 jaar geleden en zegt u nog steeds eigenlijk, we moeten stoppen met het bouwen van nieuwe woningen? Wat we zeggen is, Leiden is ontzettend dicht bevolkt. We zijn na Den Haag de dicht bevolkte stad van heel Nederland. Mm-hmm. Dus als je hier dan nog meer woningen gaat toevoegen, dan wordt dat alleen maar groter. En dat leidt tot een enorme druk op de openbare ruimte. En dat is uiteindelijk heel erg schadelijk voor natuur en voor de in het wild levende dieren die ook in deze stad wonen. Dus daar zit onze rem. Mm-hmm. Wij denken echt, er zijn grenzen aan de groei. Je kan niet oneindig groeien binnen de grens van een eindige stad. Nou, betekent dat u die woningbouwopgave waarvan gezegd is, we willen in 2030 in ieder geval 8.500 woningen gebouwd hebben, dat u zegt, nee, dat moeten we niet doen? Nou, die 8.500 die zitten al voor een heel groot deel in de pijplijn. Dus die zijn al in de planning. Nou, we hebben daar voorgestemd, voor een aantal hebben we tegengestemd. Wat ons betreft is het nu echt wel voldoende. Dus die 8.500, sommigen hebben we voorgestemd, sommigen tegen, maar dat is nu gepasseerd. Mm-hmm. Maar laten we niet zeggen, we moeten er nog een keer duizenden bij. Want dat zijn ook partijen die het nu ook zeggen, we moeten die niet stoppen bij die 8.500. We moeten er veel meer hebben. Mm-hmm. Ja, en wat ons betreft is de grens echt wel bereikt. Nou, laten we inderdaad even kijken, want dit is de prognose voor het aantal woningen dat er nog bij gaat komen van vorig jaar. We zitten nu in 2021, toen zaten we in 2021, het blauwe lijntje, dat zijn alle woningen die al gebouwd zijn. En de groene lijn is die er nog aankomt. Ja. En daarin zien we dat het de afgelopen jaren rustig omhoog is gegaan. Maar de aankomende jaren, zo tot 2025, tot 2026, komen er echt duizenden woningen bij. Tot we uiteindelijk op zo'n 11.000 woningen zitten. Ja. Schetst u dan eens het doemscenario wat aanstaan is? Als inderdaad veel meer dan die 8.000 woningen gebouwd gaan worden? Nou, wat we nu al zien is dat er in de stad heel vaak conflicten ontstaan over de openbare ruimte. Er zijn heel veel mensen. En die mensen die willen ook bijvoorbeeld naar kunnen sporten. Die willen ook in het groen lopen, die willen kunnen recreëren, die hebben bijvoorbeeld een auto, die willen een fiets. En je ziet dat de druk op de openbare ruimte, waar dat allemaal in moet samenkomen, die is ontzettend groot. En dat leeft gelijk bijvoorbeeld tot conflicten rond, pas nog in Kronenstein. Discgolven. Precies, discgolf, maar ook het Roomburgerpark is daar natuurlijk een heel erg treffend voorbeeld van. En ik denk dat als we inderdaad die groene lijn helemaal doorvolgen, dat we dat soort dingen veel meer zien. En ik ben heel erg bang dat de natuur uiteindelijk de dupe is van al die groeiplannen. Zijn dat niet ook de mensen die een goedkope woning nodig hebben? De dupe van, als u zegt, we moeten minder bouwen? Dat hoeft niet per se. Want als je kijkt naar de woningen die we nu hebben, daar kunnen we veel beter en slimmer mee omgaan. We kunnen de leegstand die er is, die kunnen we inzetten om gebouwen omvormen tot woonruimte. Mm-hmm. We moeten bijvoorbeeld het speculeren en het opkopen van woningen aan banden leggen. Daarmee win je ruimte die je niet op een andere manier hoeft bij te bouwen. Ja. Dus op die manier kunnen we best heel veel ruimte beter benutten. En we zeggen ook van, we hoeven niet acuut te stoppen met bouwen. Hè? Mm-hmm. Dat zeggen we echt niet. Maar we zeggen wel, stel nou met elkaar die grens vast. Want die discussie die heb ik echt gemist in de raad de afgelopen jaren. Mm-hmm. Er lijkt gewoon niemand lijkt te willen praten over tot wanneer we door gaan bouwen. Ja. U zei 4 jaar geleden, katerde u dat al aan in de campagne, je kunt niet oneindig groeien. Nu zegt u eigenlijk hetzelfde. Precies. Is er dan niks veranderd in de tussentijd? Nou, op dat gebied heel weinig. Wat ik heb gezien is dat het huidige college heel erg wegblijft van die keuze, daar een beetje bang voor is. Ze zeggen van ja, maar we kunnen én groeien, én vergroenen, én verduurzamen. Ja, en de Partij voor de Dieren zegt, ja, dat kan niet. Je moet gewoon keuzes maken. En het college doet dat niet en de Partij voor de Dieren doet dat wel. Ja. In 2018 had u het over het raadgevend referendum in Leiden. U bent daar voorstander van. U zei, het is belangrijk om, of het is goed om bij belangrijke besluiten de stad om advies te vragen. Nou, we hebben een referendum gehad over het Roomburgerpark. Was dat wat u betreft een voorbeeld van zo'n belangrijk besluit? Ja,
Absoluut. Het besluit dat voorlag, dat ging over de uitbreiding van de hockeyclub Roomburg. Of ze een vierde veld in het Roomburgerpark mochten krijgen. Wat de Partij voor de Dieren betreft, ja, wij waren daartegen. Wij wilden niet dat de hockey daar kon uitbreiden. Omdat het ten koste zou gaan van het park en dat er allerlei bomen zouden moeten worden gekapt. Wij hebben ook het gezien dat de bevolking, heel veel mensen uit de buurt en de omgeving, die hebben gezegd van jongens, het is slecht voor de natuur, het is slecht voor het park, doe het niet. Mm-hmm. Die vonden geen gehoor. Dus in die zin is het heel goed dat zo'n raadgevend referendum als een soort noodrem werkt, mm-hmm. zodat het college wel moet luisteren. Ja. En dat is precies wat er is gebeurd. Ja, maar als u in uw verkiezingsprogramma schrijft, een raadgevend referendum moet ingezet worden bij belangrijke besluiten, dan lees ik iets anders dan een noodrem inzetten. He, dus, ja. Ik kan me ook voorstellen, ja. Bijvoorbeeld, we hebben het veel gehad over de energietransitie. Gaan we van het gas af of niet? Dat lijkt mij voor de stad uiteindelijk op lange termijn een veel belangrijker besluit dan of er een hockeyveld in het Roomburgerpark is. Nee, dat klopt. Dat was natuurlijk het voorbeeld omdat dat is geweest in de afgelopen vier jaar. Het is ook goed dat u erop reflecteert, maar ik ben ook wel benieuwd of we niet meer referenda moeten hadden als dat nu had gelegen. Ja, nee, en wat dat betreft is de energietransitie een heel mooi voorbeeld. Want nu is dat toch een heel erg top-down proces. Het is opgelegd, hè? We moeten van het gas af en we moeten energiezuiniger worden. En ik denk dat mensen daar onvoldoende in zijn meegenomen en onvoldoende de mogelijkheden hebben gehad om hun stem te laten horen. En zo'n referendum, een raadgevend referendum, zou daar een heel mooi voorbeeld van kunnen zijn, hoe we dat kunnen inzetten. En dan op dat moment functioneert het dus niet als die noodrem, maar meer als een raadgeving vanuit de bevolking naar de Leidse politiek. Ja, en is wat u betreft bij het Roomburgerpark gebleken dat de stad voldoende in staat is om die raad ook te geven? Dat mensen voldoende geïnformeerd raken? Ik zat zelf op een stembureau toen dat referendum er was. En toen zeiden mensen ook, oh, waar is dat tweede briefje eigenlijk voor? Ja. Moet ik voor of tegen stemmen? Totaal ongeïnformeerd. Mm-hmm. En ik kan me voorstellen als het over de energietransitie gaat, dat dat misschien nog wel lastiger is. Ja. Het zijn twee vragen in één. Eerst even over die eerste. Ik denk dat mensen absoluut in staat waren om een goede keuze te maken. En dat zie je ook omdat de uitslag verdeeld over de hele stad was redelijk consistent. Hè. Het was niet dat de mensen in de omgeving van het Roomburgerpark heel anders kozen. Omdat ze bijvoorbeeld veel meer informatie hadden of er veel meer belang bij hadden dan in andere delen van de stad. Tuurlijk, er waren wel wat verschillen. Maar over het algemeen was het beeld over de hele stad heel consistent. Dus dat zegt mij wel dat mensen over het geheel genomen wel geïnformeerd zijn. En natuurlijk zijn er ongetwijfeld ook mensen die het niet weten. Maar ja, dat is wellicht ook niet anders met de reguliere verkiezingen. Ja, of die vermoeden dat het over de toekomst van het Leidse Groen ging. Nou ja, precies. Ja, ja. Dus wat je als stad kan doen en als politiek en als gemeente is zo goed mogelijk die informatie presenteren, aanbieden. Zodat mensen daar wat van kunnen vinden, online, offline, bijeenkomsten. Dat je mensen echt meeneemt en helpt ook de informatie tot zich te nemen. Ja, en dan denk ik dat mensen echt wel een goede keuze kunnen maken. Ook als het om zulke grote dingen als de energietransitie gaat. Ik wou net zeggen, en dat is denk ik nog veel belangrijker bij die energietransitie. Ik denk dat je daar echt op wijkniveau of misschien wel op straatniveau echt moet gaan kijken met de mensen die daar wonen van nou, wat zou dat dan bijvoorbeeld voor deze straat betekenen of voor deze buurt in deze wijk. En als je dat allemaal hebt gedaan, dan zou je nog een keer kunnen kijken van nou, wat komt dan uit een raadgevend referendum. Als we inderdaad heel veel informatie hebben verstrekt, mensen hebben verteld wat het voor ze betekent, voor hun huis, wat het gaat mm-hmm. kosten, maar ook wat het oplevert, waarom het eigenlijk nodig is. Mm-hmm. En als je dan inderdaad dat afsluit bijvoorbeeld met een raadgevend referendum, dan denk ik dat je heel veel draagvlak zult zien in de samenleving. Ja. Nog een voorbeeld misschien tot slot uit de Luwe Binnenstad. U bent daar voorstander van, u zegt er is meer ruimte voor groen. Zouden we dat niet juist ook aan de stad moeten vragen? Ik moet zeggen, de oud Luwe Binnenstad vind ik, ik heb geen enkel bezwaar als mensen een referendumaanvraag indienen en het komt ervoor, vind ik het een heel mooi thema voor een referendum. Zelf heb ik het idee, als je het zegt van het raadgevend referendum moet over de grote besluiten, dan vind ik een energietransitie daar meer bij passen, omdat het echt iedereen raakt over de hele stad. En de binnenstad gaat natuurlijk, ja, het is een redelijk geïsoleerd onderdeel. Iedereen heeft iedereen er wel mee te maken, wel. Ja. Maar het raakt je niet per se iedereen in het dagelijks leven. Ja. En dat is de energietransitie wel. Dus ik vind dat wel een andere orde.
Maar als mensen het initiatief nemen om daar een referendum over te houden en het komt erdoor, nou, dan zullen we dat van harte steunen, ja. Absoluut. Over die autoluwe binnenstad, en dat is een beetje in de marge. Er wordt nu een proef gedaan, hè, met de autoluwe binnenstad. Daar worden ook camera's voor ingezet om te kijken of mensen wel de stad in mogen of niet. En toen ik het verkiezingsprogramma las in 2018, stond daar ook, ja, we willen eigenlijk af van kentekenregistratie, want privacy is belangrijk. Heeft u daar nog op gelet toen dat gedaan werd? Ja, nou, zeker. Ik had het wel beter kunnen doen, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb dat ook proberen te repareren tijdens de laatste commissievergadering van Commissie Leefbaarheid Bereikbaarheid. Want toen hadden we het over handhaving openbare ruimte. En toen zag ik inderdaad dat cameratoezicht wordt overwogen, niet alleen bij kentekenregistratie voor de autoluwe binnenstad, maar ook bijvoorbeeld voor bijplaatsingen van huishoudelijk afval, ja, grofvuil bij de containers. Ja, en dat zijn eigenlijk twee vormen van cameratoezicht waar wij als Partij voor de Dieren ons eigenlijk helemaal niet in kunnen vinden. Nee. En bijvoorbeeld met die automatische kentekenregistratie. Er zijn ook allerlei privacy-waakhonden die zich hebben uitgesproken van, jongens, doe het niet. Want gegevens van onschuldige burgers, die kunnen gewoon in allerlei politie- en registratiesystemen belanden. En dan kan dat op een andere manier verwerkt worden dan waarvoor het bedoeld is. Ja, was u zo enthousiast over die auto die we binnen zat en dat die proef er kwam, dat u dit over het hoofd heeft gezien? Ja, nou, ik zal heel eerlijk zijn, ja. Ik heb het ook nog een keer teruggekeken toen ik dat weer aan de orde stelde in commissie Leefbaarheid Bereikbaarheid 2 weken geleden. En het was, nou, ja, ik ga me niet verdedigen, het was gewoon een stomme fout, maar het was dus één zinnetje, ja, hè, in zo'n pakket. Dus ik heb dat inderdaad gewoon over het hoofd gezien. Maar is dat ook het lastige van raadswerk? Dat, dat er zo vaak dat soort belangen, tegenstrijdige belangen zijn. Waarvan je aan de ene kant zegt, ik ben heel blij dat die uit de nieuwe binnenstad er komt. Maar er zitten ook weer de kleine lettertjes natuurlijk, waar iedereen, ja, mee te maken. Dat is ook als raadslid, kan ik me voorstellen. Ik zie het niet als tegenstrijdig belang, hoor. Ik had dit gewoon beter moeten opletten. En ik hoop dat ik dat nog een beetje kan repareren. En de burgemeester heeft toegezegd dat hij het eerst een pilot gaat opzetten en ons daarbij gaat betrekken. Dus het gaat niet zomaar gebeuren zonder dat wij daar iets van kunnen vinden. Mm-hmm. Dus dat is fijn. Maar ik denk, even terug naar je vraag, ik denk dat die autoluwe binnenstad het ook helemaal niet nodig heeft. Want wat ik wel heb gemerkt is dat mensen, als ze begrijpen waarom er regels zijn, willen zich daar over het algemeen best wel aan houden. Dus de roep om meer handhaving en overal boa's en boetes en bekeuring, ja, dat herken ik helemaal niet. Als mensen begrijpen waarom de regels zijn, dan willen ze zich daar over het algemeen best aan houden. Dan hoef je al die handhavingstoestand helemaal niet op te tuigen. Kijk, als het nou over een aantal jaar blijkt dat het echt niet werkt en dat de hele binnenstad continu vol staat met files, dan denk ik van, oké, dan moeten we misschien nog een keer een andere methode overwegen. Maar om bij voorbaat al te zeggen, mensen moeten in de gaten worden gehouden met camera's, want anders doen ze niet wat wij willen. Ja, volgens mij ben je dan echt niet goed bezig. Ja. U diende in 2019 een motie in over de Rijnlandroute. En dat is voor u sinds is een belangrijk moment geweest. De Rijnlandroute wordt aangelegd aan de zuidkant van Leiden. Er zijn heel veel bomen voor gekapt. En daar heeft u zich toen ter tijd als partij al hard voor gemaakt. Zegt, we moeten niet het zijn bijna 10.000 bomen of meer dan 10.000 bomen gekapt. Maar het levert ook geluidsoverlast op voor de Stevenshoftewijk, waar u ook woont. Dat levert ook geluidsoverlast op. U heeft toen in 2019 gezegd, ik zou daar graag meer onderzoek naar willen om te kijken of we minder geluidsoverlast kunnen krijgen als gevolg van die Rijnlandroute. Heel eventjes luisteren wat u toen zei en u was een beetje verkouden, dus dat moet u me even geven. Goed nieuws voor de Stevenshofbewoners? Ja, zeker. Eindelijk, zou ik bijna zeggen. Ja, want wat was die belofte ook alweer ooit? Niet horen, niet zien, niet ruiken. Nou, daar komt helemaal niks van terecht. Dus ik ben heel erg blij dat de volledige raad ons heeft gesteund in een voorstel om te kijken naar geluidwerende maatregelen voor de Stevenshof. Dus kijken naar wat is het effect van bijvoorbeeld dubbellaag SOBAP of geluidwerende banden op de wanden, om toch de geluidshinder voor de Stevenshof iets binnen de perken te houden. En als blijkt dat geluidswerende maatregelen echt kunnen helpen, dan moeten we ook gaan kijken hoe we dat kunnen gaan realiseren. Ja. Ik was heel erg verkouden. U was heel erg verkouden. Dat was pre-corona, denk ik. Ja, dat was zeker pre-corona, 2019. Heeft dit opgeleverd wat u wilde? Want u hebt toen, ik zag op de site ook, we gaan de Stevenshof helpen. Er komt mogelijk minder geluidsoverlast op de bres. Heeft dit opgeleverd wat u wilde?
Nou, dat onderzoek is inderdaad gedaan. En de conclusie was eigenlijk niet anders dan de voorgaande onderzoeken hebben aangetoond. Namelijk, de conclusie was, aanvullende maatregelen leidt waarschijnlijk niet tot een aantoonbaar geluidsreductie. Dus extra maatregelen zijn nu niet aan de orde. Dus, was dat de conclusie? Want wat mij opviel was dat de wethouder ook schreef, onlangs was dat, of een jaar geleden, het toepassen van stiller asfalt, zorgt voor bezwaren bij de wegbeheerder. En bovendien is het in verband met de liggende contracten een uitermate kostbare maatregel. En toen had ik het gevoel, het gaat hier niet over geluid, maar het gaat hier over kosten en over contracten. Ja, nou, dat is een hele goeie. Het gaat ook over kosten en het gaat ook over contracten. Maar het gaat ook over, wordt het geluidsniveau aantoonbaar minder dan wanneer je dat niet zou doen. En volgens mij kwam uit dat onderzoek dat dat dus niet zo was. En dat het daarom niet werd gedaan. En je kan natuurlijk die maatregelen nog wel treffen. Maar dan zou je inderdaad komen van, dan wordt het ontzettend duur. En dan krijg je al die contracten die open worden gebroken. Als wij op basis van die rapporten het idee hadden van, ja, het leidt wel tot minder geluidsoverlast. En het is een kostenkwestie. Dan hadden we daar meteen over aan de bel getrokken. Ja. Maar ze zeggen ook van, ja, het leidt niet tot aantoonbaar minder geluidsoverlast. En dat was de uitkomst van dat onderzoek. Ja. Je hebt een heleboel balletjes in de lucht met moties en amendementen. U strijdt voor uw idealen, zou ik wel willen zeggen. En dat kan in de kleinste zaken zitten. Als u vindt dat er iets niet in de haak is, dan stemt u tegen. En dat kwam ik ook tegen bij een nieuwe schaatsbaan, een nieuwe sporthal, bij de Vliet, de nieuwe schaatsbaan. En u zei, ja, wij stemmen tegen, want de Hengelaarsbond die krijgt een plekje daarbinnen. Ja. Staat dat tot elkaar in verhouding? Dat u tegen de komst van een hele nieuwe sportfaciliteit stemt, waar u vast ook prettig kunt sporten en waar dan één ruimte minimaal wordt verhuurd aan de Hengelaarsportbond, die ook al jaren daar gebruik van maakt bij de gemeente, die eigenlijk gewoon verplaatst worden. En dan zegt u, ja, we stemmen tegen het hele plan. Ja, nee, dat klopt. Ja, de Partij voor Dieren heeft als slogan, hou vast aan je idealen. Ja, en dat doen we. En ook als het om dit soort dingen gaat en ook als er een in principe mooi plan ligt, maar als er wat ons betreft te makkelijk wordt omgegaan met het groen, dan stemmen we ook tegen het hele plan. Vaak proberen we dan nog wel het plan te repareren. Ja, het is niet dat we zeggen, ook gedaan. Precies, dan zeggen we niet van, nou, het deugt niet. Mm-hmm. We proberen het echt te repareren, bijvoorbeeld met een motie of met een amendement. En als dat dan niet wordt aangenomen, ja, dan trekken wij daar ook verbinden we daar de conclusie aan dat wij dus niet in kunnen stemmen met dat voorstel. Anders hadden we ook dat voorstel niet hoeven doen, dat veranderingsvoorstel. Ja. Ik had het eerder in deze serie met Pieter Krol van de ChristenUnie daarover. Daar ging het over het bedelverbod, waar hij uiteindelijk tegen het bedelverbod had gestemd, maar wel voor de verordening waarin het in geregeld werd. Omdat hij zei, ja, er staat zoveel goeds in en er zijn zoveel andere dingen die wel goed geregeld worden. Ja, dan kan ik het niet over mijn hart verkrijgen om tegen te stemmen. Bij u is dat, werkt dat andersom. Ja, absoluut. Ja. Nee, bij ons staan dieren, natuur, milieu staan bovenaan. Als wij het idee hebben dat daar iets niet klopt, dan zullen we, ook al is het een relatief klein onderdeel van het plan, dan zullen we tegen het plan stemmen. En, maar wel we gaan dan natuurlijk proberen te repareren en aandacht te vragen en we uitleggen waarom het anders zou moeten. Maar dieren, natuur, milieu, dat is voor ons zo'n kernwaarde van het programma, maar eigenlijk ook van onze hele partij. Als dat niet klopt, als dat niet goed is geregeld, dan houden we inderdaad vast aan onze idealen en dan stemmen we tegen. En dat vinden sommige partijen inderdaad echt heel ingewikkeld. Hè? Ja. Dat we, als ze zeggen, we houden vast aan onze idealen. En als we dat dan ook doen, dan zijn ze eigenlijk soms verbaasd van, hoezo dan? En helpt het ook dat u in dit geval wist dat uw stem niet doorslaggevend was voor de komst van die ijsbaan? Stel dat u op de grens had gezeten, had u dan ook tegengestemd vanwege deze Hengelaarsbond? Ook als u deze schaatsbaan aan de meerderheid had kunnen helpen? Absoluut, ja zeker. En dan zou ik het college hebben aangeraden, kom nog eens even met ons praten over de motie. Je had zelfs gehoopt dat het zo u in die positie was en geweest. En dan heb je, dan kunnen we een mooie schaatsbaan aanleggen zonder een organisatie die dierenleed veroorzaakt. Gisteren zat bij mij, we komen al aan het einde, Antoine Theo van de SP. En die heeft een vraag voor u meegenomen, dus die wil ik u graag laten zien. We zijn een stad die langzaam maar zeker het vuurwerk afsteken door particulieren wil afbouwen. Maar de afgelopen oud en nieuw was daar weinig van te merken.
We hebben Partij voor de Dieren gesteund om inderdaad daar wat meer druk op te zetten om dat vuurwerk langzaam maar zeker toch kwijt te raken. Maar het lijkt wel of dat niet wil lukken. Het lijkt alsof een groot gedeelte, of in ieder geval een gedeelte van de stad, daar geen gehoor aan wil geven. En ik wil aan Martine vragen, hoe kunnen we die mensen bereiken om ze toch zover te krijgen dat we met z'n allen dat vuurwerk of in een centrale show doen of zo, maar dat we het particuliere vuurwerk uiteindelijk loslaten? Ja. Nou, wat een mooie vraag. We hadden het er in het begin ook over het vuurwerk, ja, maar hoe ideaal is nagestreefd, namelijk het is verboden, maar niet de hele stad leeft met u mee in dat ideaal. Nee, hoe wilt u dat dan uiteindelijk ook in de praktijk bereiken? Ja. Nee, want in 2018 begonnen we met de motie, Leiden maken we samen vuurwerk vrij. Dat was niet een verbod in één klap. Dat was een verbod van, nou, maak een stappenplan om daar naartoe te groeien. De burgemeester zei van, gaan we doen. Hij begon wel een beetje mee te stribbelen, noemen we dat dan. Mm-hmm. Waardoor we in, 2021 nog een keer zo'n motie indienen. Gewoon om de burgemeester te vragen, hou nou even dat tempo erin, hè. Ga niet inzakken. Inmiddels is het 2 keer een landelijk vuurwerkverbod geweest en vanwege corona. Ja. Dus we hebben inmiddels wat ervaring opgedaan met hoe dat kan werken. En maar het werkt dus niet inderdaad. Het klopt wat Antoine zegt. Want op heel veel plaatsen ging het goed, werd het nageleefd, maar op heel veel plaatsen ook niet. Ik denk dat corona daar ook een rol had. Wat de Partij voor de Dieren denkt wat we moeten doen, is heel goed uit gaan leggen waarom we geen vuurwerk meer willen. Dat we bijvoorbeeld informatie gaan geven over de effecten op dieren, natuur, milieu, maar ook bijvoorbeeld op de effecten voor longpatiënten, mensen die ontzettend veel gezondheidsklachten ervaren door het afsteken van vuurwerk. En niet alleen op die dag zelf, maar ook al in de weken, soms maanden daarvoor en de weken en soms maanden daarna. Dus echt beter uitleggen en niet strenger handhaven, als ik u zo hoor. Of te en. Nou, en kijk ook een beetje naar de tijd hoor. Dus Wat ook belangrijk is, want dat zei Antoine ook, een centrale, een alternatief bieden. Dat was onderdeel van die eerste motie en daar is eigenlijk niet zo heel veel mee gedaan. Want de burgemeester zei van, nou dat gaan we niet doen. We gaan eerst even dit doen en dat komt misschien later wel. En dat is denk ik een heel groot gemis. Er is nu geen alternatief. Nu is het alleen iets wat niet meer mag. Maar je mag niet iets anders wel. Dus er is, je kan bijvoorbeeld hele mooie lasershows doen, droneshows. Je kan het centraal doen in de stad, maar je kan het ook op wijkniveau doen. Dat is allemaal niet gebeurd. Er is alleen maar iets weggenomen. En dat krijg je heel snel terug van mensen in de stad. Ja, ik mag dat ook al niet meer. Ja. En dat is zo jammer. Dat is echt een gemiste kans. We moeten echt een alternatief brengen. En ik denk dat heel veel mensen dan echt wel meegaan in vuurwerkvrij. Morgen zit op uw plek Julius Terpstra van het CDA. Wat zou u van hem willen weten? Gisteren had ik een debat en ik zat naast Josien van het CDA en het ging een deel over bouwen. En het bleek dat CDA en Partij voor de Dieren, als het gaat over bouwen en de drukte in de stad, toch eigenlijk soms heel veel overeenkomsten hebben. We willen geen grote hoogbouw toestaan of niet meer boven 70 meter bouwen. Dus op stedelijke ontwikkeling kunnen we elkaar soms voor een deel vinden. Maar in de afgelopen jaren hebben we ook heel vaak tegenover elkaar gestaan. En een van die punten waar we tegenover elkaar stonden, dat was de Humanities Campus. En Partij voor de Dieren was fel tegen. Mm-hmm. Wij staan achter de bewoners die hun huis dreigen te verliezen. CDA stond achter de gemeente en de universiteit. Die zei van, ja, die bewoners mogen best weg. Hè? Die krijgen een nieuwe plek en we gaan hier iets heel moois neerzetten. Mm-hmm. En mijn vraag aan jullie zou zijn, hoe kijk je daarop terug? Als je, hij heeft een nieuwe plek, hij is de nieuwe lijsttrekker, mogelijk nieuwe fractievoorzitter. Zou hij dezelfde koers hebben gevaren? En hoe gaat hij dat in de komende 4 jaar anders doen? Ja, dank u wel. Onze tijd zit erop. Hierbij laten we het. Martine van Schaik, lijsttrekker van de Partij voor de Dieren. Zometeen om 8:30 dan kunt u kijken naar het lijsttrekkersdebat in Voorschoten. En morgen om 8:00 dan ben ik er weer. En dan zit op deze plek Julius Terpstra van het CDA. Bedankt en fijne avond.